Ja, lieve mensen, wat gaat de tijd toch vlot. Zo ook afgelopen anderhalve week. Ik ging namelijk high-tea'en bij Mercure. Ik stond te dansen in Café Philip, waar ik waarschijnlijk een van de oudste was. En tot slot was ik aanwezig bij de Jost Starterstrofee in het Willem II Stadion. Wauw. Wauw. Hoogzomer en dus tijd voor een high-tea. High-tea'en doe ik liever niet alleen. Mijn oude bekende meegenomen. Hallo! Nou, is natuurlijk wel altijd belangrijk om te weten wat je krijgt. Wat staat er op het menu? Jullie krijgen een voorgerechtje van 3 proefbroodjes. Dan krijgen jullie een etagère met verschillende belegde broodjes en zoetigheden. Bubbles. Hebben jullie liever iets als met mais? Ik denk dat wij beginnen met bubbles. Cheers! Cheers! Op de weekend! De high tea even goed af te sluiten. Dan sluiten wij af met een aardbeien sorbet, vanille room en aardbeidje. Oh ja, dat. Nou, lekker. Cheers. Ja, cheers. Wow. Wij gaan voldaan en met de goodie bag weer op pad. Nou, ons weekend kan beginnen. Hoppa. Willem 2 vandaag. En niet voor het voetballen, maar ik ben vandaag bij de Jost Starterstrofee. Wat houdt het in? Ambitieuze ondernemers mogen hun idee pitchen vanavond. Halve finale. De jonge ondernemers met de meest creatieve, hippe ideeën presenteren vanavond hun idee. En we gaan kijken welke het beste bevalt. Hoe was het? Heel spannend. Ja, en nu kan je weer lachen. Ja. De dames van Strooploos. Jullie hebben vorig jaar gewonnen. Ja, dat klopt. Klopt. En nu zitten we aan de andere kant van de tafel. Ja, geen knik in de knieën. Nee, ja. Hoe was dat? Nou, vorig jaar was het voor mij echt de hele dag zenuwachtig. Niet kunnen eten. En de kandidaten dit jaar, wat vinden jullie zo far? Superleuk. Echt stuk voor stuk onderscheidend. Ieder met zijn eigen verhaal, heel passievol. Het wordt spannend elke vijf. Ik wou zeggen, dat wordt een moeilijke keuze. Ja, dan. Dat denk ik ook wel, nou. Ja. Hey Harry. Hey. Jij moet nog, jongen. Ja, ik moet nog. Oh, en volgens mij ben ik de volgende ook. Dus ja. Het is extra spannend. Is het met de zenuwen? Ja, een beetje klotsoksels. Ja? Weet je wel, een beetje weetaantje. Succes. Denk je wel. Wie er gaat winnen is nog even spannend. Maar 26 juni is de finale. En dan weten we meer. Wauw. Wow. Zorg dat je de volgende vlot niet mist. Ik ga weer voor je uit. Ik ga weer voor je op pad. Deel 2 van de Starterstrofee. Wil je niet missen. Ik weet niet of ik het nog moet blijven zeggen, mensen. Ik ga vlot. Doei!